What the fuck? Hoe geef en vraag ik feedback? Wat belangrijk is bij het geven en vragen van feedback, en dan begin ik even bij het geven van feedback, is dat je eerst even uitzoomt, even een stapje terug doet. Wat is de situatie? Gebeurt dit vaker of is dit eenmalig? Wanneer het vaker gebeurt, kan ik me voorstellen dat je daar wel echt iets van of over wil zeggen. Nou, eigenlijk wat je met feedback natuurlijk doet, is dat je inderdaad aan iemand vertelt hoe die ander op je overkomt. En om ervoor te zorgen dat je heel duidelijk en overzichtelijk en volledig bent in het geven van feedback. En dus als het ware een spiegel voorhoudt aan de ander, is er een trucje. En dat ken je ook. Dat zijn 4G's namelijk. En 4G's zorgen ervoor dat je heel volledig bent in het geven van feedback. Nou, G nummer 1 is, je vertelt aan de ander het gedrag wat je ziet of hoort. Concreet gedrag benoemen, daar kan iemand echt wat mee. Ja. Dus als ik tegen jou zou zeggen, in een meeting zit jij onderuitgezakt, dan kan jij daar eerder wat mee dan dat ik zeg, had je er geen zin in of zo. Ja. De tweede G staat voor een gevoel of een gedachte. Dus daarmee geef ik aan jou terug waar ik het idee heb dat jouw gedrag uit voortkomt. Ja. Dat kan bijvoorbeeld zijn van, joh, ik zie dat jij heel veel aan het tikken bent met je handen. Nou ja, dat geeft mij een beetje het gevoel dat jij wat zenuwachtig bent. Precies. Dus ik, als het ware vul ik voor jou in waar jouw gedrag uit voortkomt. En dan vervolgens geef je aan de ander terug, wat is het gevolg hiervan? Dus kortom, wat gebeurt er met mij of met de situatie dat jij dit gedrag vertoont? Dat de feedback krijgende persoon ook echt weet wat het met jou heeft gedaan. Ja, en uiteindelijk kom je terug op het gewenst gedrag. Hè, van, hè, wat hoop je dat de volgende keer beter gaat? De volgende keer als wij een meeting hebben, verwacht ik eigenlijk gewoon dat je 5 minuten van tevoren bij mij aan tafel komt, zodat we om 9:30 ook precies kunnen gaan zitten. Ja. En gewoon op tijd kunnen gaan beginnen. Ja. Dan weet degene die feedback krijgt ook gewoon wat hij zou moeten veranderen om het goed te doen. Dus dikke tip bij het feedback geven, de 4G's aanhouden. Gedrag. Gevoel. Gevolg. En gewenst gedrag. En ik denk, feedback geven, ja, dat moet je echt leren. Ja. Dat moet je doen. Het is ook best wel lastig soms, hoor. Maar dan kan je het ook aangeven. Ja. Van, joh, ik vind het heel spannend om te zeggen of aan te geven. En als je dan vanuit jezelf praat, dan kan iemand toch niet boos worden eigenlijk. Nee, je stelt jezelf echt super kwetsbaar op. Wat als je om feedback vraagt? Want nu hebben we het over feedback geven. Ja, dus dat je eigenlijk aan de ander vraagt, hoe kom ik op jou over? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hoe vraag je dat dan? Nou, wat heel belangrijk is als je de ander om feedback vraagt, is dat je ook daadwerkelijk voor ogen krijgt, wat was mijn gedrag dan? Wat doet dat met jou? Wat doet dat met deze situatie? Kortom, je gaat die 4G's, waar we het net over hebben gehad, ga je 1 voor 1 aflopen en zorgen dat je die zelf helder voor ogen krijgt. Oh, dat doe je het andersom dus. Ja. Je gaat ze vragen van, hey, wat heb je gezien? Wat was je gevoel erbij? Ja, net zolang tot je echt die 4G's voor ogen hebt. Dus door blijven vragen. Door blijven vragen. Top. Ja. Ja, feedback vragen, gewoon doen. Heb je nog meer vragen over werk? Check deze video's of stel ze in de comments.